Het is weer een nieuwe week en Effer staat weer in de winkel om allemaal lekkere taarten, koekjes, noem maar op te bakken. Alleen, de winkel loopt nog niet echt zo goed. Ze weet zelf ook niet meer zo goed wat ze eraan moet doen. Ja, ze hoopt en ze blijft maar lekkere taart te bakken. Zodat in elk geval niet aan haar koken zou. ...kunnen liggen. Hier heeft ze weer een heerlijke taart gemaakt. Zij zelf... ...snapt er echt niks van. Maar ja, de winkel... ...die blijft echt niet lopen. Hoe hard ze ook werkt... ...hoe goed ze haar dingen ook bekijkt. Ondertussen is Clint... Quibus aan het leren om te jagen, zodat Quibus hem kan helpen met het zoeken van edelstenen, ijzerwaren en andere dingen. Want dat heeft hij natuurlijk nodig voor zijn algemiste spul. En ja, hij wil steeds meer spullen maken en hij ontdekt ook steeds meer nieuwe recepten. Dus het is echt van belang dat Quibus hem gaat helpen. Onze Pien, die wil echt een rockster worden. Zij is echt ondertussen al druk bezig met oefenen, oefenen, oefenen. En Rick, die is aan het chatten met Jade. Jade is zijn vriendinnetje. En hij uh, kan niet altijd met haar bellen. En, ja, en aangezien hij een computernerd is, vindt hij chatten ook wel echt heel erg fijn. Hij mist alleen nog een webcam. S'avonds gebeurt er per ongeluk een ongelukje. Er zat weer eens een zombie in de tuin. En uh, Clint die dacht, ik stuur er een vuurbal op af. Woepsie... Gelukkig kan hij met een toverspreuk het vuur doven. Maar ja, nu heeft Ever wel gezien dat hij een tovenaar is. En ze weet niet zo goed wat ze ermee moet. Ze wordt ook een beetje boos en gefrustreerd. En ze heeft echt zoiets van: Wat doe je nou? Wat doe je nou? Waarom heb je me dit niet verteld? Ja, Ever schrikt toch echt wel een beetje. En ja, Clint ook zoals jullie zien. Ondertussen gaat ook zijn telefoon. Het is iemand uit zijn vorige woonplaats. Ondertussen, na een hele lange dag, heeft uh, Pien een vriendje gevonden. Maar ja, hij heeft niet zoveel interesse in haar. Hij doet liever andere dingen. Zoals jullie zien. Hier uh, heeft hij ongelofelijke honger. Ja, Pien denkt: pak dan gewoon wat te eten, jongen. Ze ziet nog wel zijn tuin en ze denkt: hé, hey, mijn vader die heeft ook een tuintje. En hier kan ik allemaal dingen oogsten. Dus laat ik dat gewoon stiekem doen. En dan kan ik dat aan mijn vader geven. Lieke zie je niet zoveel. Ze is een echte Einzelganger. Hier deed ze een opdracht voor school. En het liefst loopt ze dan ook zo snel mogelijk weg. Quibus is eigenlijk haar enige maatje. Hier kan ze zichzelf zijn. Hier voelt ze zich prettig bij. En Quibus respecteert haar zoals ze is. Nou, Clint denkt, hè? Als ik dan uh, toch nu uh, weet dat, dat ik aan het over, doe, dan doe ik het maar gewoon in de keuken. En gelukkig slapen ze nog wel samen. Nou, na een paar nachtjes slapen, wil Ever dan toch wel met hem... ...praten en hij legde uit... ...kijk, ik kan ook gewoon leuke sproken doen. En jawel... ...ook Ever is dan nu eindelijk... ...overtuigd. S'avonds staan ze dan buiten... ...wel een beetje koud... Niet ...om geen windjas aan te trekken... ...maar Clint maakt het weer helemaal goed. Hij vertelt het aan de kinderen... ...ja, behalve aan Lieke... ...want die wist het natuurlijk al wel. En Rick die denkt... ...ja hoor pa, ik geloof er geen drol van... ...laat me dan maar even zien. En ook hij... Ziet en ondervindt in levende, lijvende. de vaardigheden van zijn vader. En hij vindt het eigenlijk best wel cool. Een vader die kan toveren. Dit was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden om te zien. Wil je let's plays? Zet het in een reactie. Misschien maak ik er dan wel let's plays van. Bedankt voor het kijken. Doei!